Zaterdagochtend moet vroeg uit bed. Hockey met de meiden. Pitje gaat mee, stop ik in mijn tas. Anders wordt de coach boos. Ja, want bij ons is het altijd leuk. We gooien er de beuk in. Win of verlies, het maakt ons niet uit. We begonnen in de eerste klas met pijn in de buik. Echt waar, dit wordt echt te zwaar. Maar dankzij de trainers zijn we waar we staan. En daar zijn we trots, ja echt trots op. We zijn gewoon heel erg goed. We doen gewoon zoals het moet. Dat leren we van onze coaches. Bij ons club hier Amstelveen. We zijn de D1, de D van Amstelveen. We zijn de D1, niemand kan op ons heen. We zijn de D1, dus swing lekker met ons mee. Dat is ook wat wij doen. Nu in de subtop, het is echt wel vet. Daar is het echt geen makkie. Tegen Pinoké, dat wit in Amsterdam. Dat zijn niet echt de minste. Wij lopen voor niemand weg. We zijn echt voor niemand bang, oh no. Zij zullen ons niet verslaan. Want wij gaan er tegenaan. Onze ouders die er altijd staan. Ik zeg bedankt, bedankt, dit vinden wij fijn. We zullen nooit vergeten, zelfs in regen en kou. Zijn jullie er voor ons, ja voor ons allemaal. We zijn gewoon heel erg goed. We doen gewoon zoals het moet. Dat leren we van onze coaches. Bij ons club hier Amstelveen. We zijn de D1, de D van Amstelveen. We zijn de D1, niemand kan op ons heen. We zijn de D1, dus swing lekker met ons mee. Dat kan dus ook wat wij Tina die alles regelt om het veld heen, dat is niet normaal, echt abnormaal. En de sponsors voor de vette pakken, waar gaat dit heen? We lijken wel professioneel, yeah! We zorgen voor het kippenvel momentje.